Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 1 september. Op de weerkaart zien we een hoog drukgebied boven de oceaan en een lage drukgebied boven het zuidelijk deel van Scandinavië. En tussen die beide druksystemen wordt een noordwestelijke stroming in stand gehouden waarin licht onstabiele lucht wordt aangevoerd. En dat betekent voor het weer dat er zo af en toe een bui gaat vallen. Dat geldt niet alleen voor vandaag, maar dat geldt ook voor de komende dagen. Want het lage drukgebied dat weet voorlopig van geen wijken. Met een noordwestelijke stroming wordt ook vrij frisse lucht aangevoerd. Dat betekent dat de maximumtemperaturen onder de 20. De graden blijven de komende dagen. Vanavond zien we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen... waarbij de opklaringen geleidelijk aan wel steeds meer terrein vinden. De temperatuur ligt zo rond de 15 tot 16 graden... en er staat een meest matige westen- tot noordwestenwind. Er valt ook nog wel een enkele bui, maar dat is met name in de kustgebieden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 tot 14 graden. In het binnenland, in brede opklaringen... en bij weinig wind kan er dan lokale misbank ontstaan... Langs de kust blijft de kans op een enkele bui bestaan. Morgen neemt de buienactiviteit weer toe. Er zijn perioden met zon, er zijn stapelwolken en er valt dus af en toe een bui. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 en de 19 graden bij matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richting. De meeste wind die staat langs de kust. Ook de dagen na blijft het nog wisselvallig. Donderdag en vrijdag ook nog een aantal buien, waarbij het op vrijdag ook nog kan onweren in het noorden. De temperatuur die blijft aan de lage kant, zo tussen de 16 en de 18 graden. In het weekend wordt het zelfs nog wat frisser, 15 tot 16 graden. Er komt dan ook meer wind te staan. In het noordelijk kustgebied is er dan ook kans op een harde wind uit het westen, dat is windkracht 7. Volgende week zien we heel voorzichtig iets van herstel. De temperatuur die gaat na maandag langzaam iets omhoog en komt uit op zo'n 18 tot 20 graden. Ook krijgt de zon weer wat meer ruimte vanaf dinsdag. Het is dan overwegend droog met een mix van wolkenvelden en zon. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.